Trainer Marinus Dijkhuizen, morgen gaat het eindelijk echt beginnen. Heb je er zin in? Ja, heel veel zin in. Want we zijn nog lang bezig. 7,5 week voorbereiding. En dan de spelers waren er klaar mee. Maar de trainer ook wel. Merk je in deze week. We hebben prima getraind. Maar we hadden allemaal zoiets van, was het maar vrijdag. Nou ja, dus we kijken ernaar om los te gaan. Ja. Laatste reguliere wedstrijd van de competitie vorig seizoen was tegen Jong Ajax. Toen was het een topper. Wat verwacht je nu van de wedstrijd? Ja, Jong Ajax had voor je denk ik een extreem goed team. Nu wat minder team denk ik, maar ook wel weer een goed team. Ja, dat is ook logisch, hè. Ajax zal wel afwachten waar ze mee komen. Maar technisch had het begaafd. Ze willen aanvallend voetbal spelen. Dus ik verwacht wel een hele leuke wedstrijd, ja. En heb je enig idee wat voor spelers je tegenover je gaat krijgen? Nou, we hebben daar wel een idee van. We zijn vorige week geweest tegen Volendam. Voor de grote lijnen verwacht ik daar de opstelling die daar ook was. Dus dat zal misschien wel op 1 of 2 wijken, maar dat zal het zijn. Hoe belangrijk is het dat de competitie begint met een thuiswedstrijd? Nou, het is belangrijk dat hij met een overwinning begint. En als het dan ook nog thuis is, dan is het extra lekker om gelijk jezelf te tonen. We hebben toch een behoorlijk nieuw elftal. Dus veel spelers die zich morgen gaan voor het eerst gaan presenteren in een competitiewedstrijd thuis. Dus dat is mooi, dat is een mooi vooruitzicht. Ja, en dan is het belangrijk om gelijk de dingen die we willen zien. Druk naar voren, aanvallend voetbal. Moet veel gebeuren voor de goal. Moet veel energie vanuit de ploeg afstralen. Dus dat willen we morgen aan het publiek bieden, ja. En met wat voor opstelling ga je dat doen? Wij spelen met dezelfde opstelling waar we vorige week 2-1 gewonnen hebben van Helmondsport. Dus we daarin geen wijzigingen. Jullie hebben wel nog Issa Kalon aangetrokken deze week. Zit hij erbij? Ja, die zit erbij. Die heeft een aantal dagen meegetraind. Maar die heeft ook heel de voorbereiding meegedraaid met Utrecht, met Jong Utrecht. Dus die is hartstikke fit. Ik moet zeggen, hij heeft een goede indruk achtergelaten de afgelopen dagen op de training. Is supersnel, is klein, maar toch sterk in duels. Dus ik denk dat we daar wel wat plezier gaan van beleven dit seizoen. Hebben jullie nog een speler op proef, Spits Rossi? Daar al iets van duidelijk wat jullie daarmee zouden willen? Nou, dat gaan we volgende week beslissen. Hij wordt elke dag een stukje fitter en daardoor eigenlijk ook elke dag een stukje beter. Dan gaat hij beter functioneren, gaat steeds beter begrijpen wat wij verlangen van hem. Dus dat gaat de goede kant op. Of wij het goed genoeg vinden, gaan we volgende week beslissen. Ben je alleen tevreden met een overwinning of kan een punt ook een resultaat zijn morgen? Nee, ik ben alleen tevreden met een overwinning. Ik vind dat wij moeten winnen morgen thuis tegen Ajax. Eerste wedstrijd. We hebben echt een goede voorbereiding gedraaid, vind ik. Los van de transferperikelen. Maar we hebben 5 wedstrijden tegen BVO's gespeeld. Een aantal tikjes gehad, maar dat was ook tegen goede ploegen. Daardoor heel veel inhoud kunnen creëren, maar ook heel veel dingen die nog niet goed gingen, kunnen betrainen en bespreken met de boys. Dus in die zin hebben we alles doorgenomen en zijn ze er helemaal klaar voor. Dus morgen een begin van een nieuw Cambuur met een overwinning. Dat is absoluut de insteek van morgen, ja. En dat gaat goed komen.